in deze video uitzettend tegen. Nou, weinig theorie, vandaar dat er ook een vraag bij staat. Nou, ga je W uitzettend tegen T, hè, dan krijg je dus een grafiek. Dan is T is de horizontale as en W is de verticale as. Nou, ik heb hier twee grafieken staan. Ik heb hier ook een hele lap tekst staan, zoals je ziet. Het is de bedoeling dat je die gaat doorlezen en op de volgende bladzijde komen er een paar vragen bij. Nou, in de tekst staat onder andere te lezen dat in figuur A, de bovenste figuur, is de z uitgezet tegen v. Dus z is verticaal en v is horizontaal. En bij de tweede grafiek staat ook in de tekst A is uitgezet tegen z en dan is A verticaal en z is horizontaal. Nou, je kunt hem even aflezen. Zet je hem op pauze. En dan ga ik hier verder. Nou, ik ga bij de grafieken even neerzetten wat nou eigenlijk z is en v. Nou, z is het aantal wilde zwijnen keer 1000. En v is de hoeveelheid voedsel in miljoenen kilo's het jaar ervoor. En dan is a nog het aantal aanrijdingen. Nou, de vragen. De A-vraag. Met welk percentage neemt het aantal aanrijdingen toe als de hoeveelheid voedsel toeneemt van 4 tot 8 miljoen kilo? Dus dat is V. Ja, 4 tot 8 miljoen kilo. He, dus dat betekent dat als V 4 is, dan is Z 2. Dat ga ik allemaal even opschrijven. En als V 8 is, is Z 6. En als Z 2 is, dan kunnen we A aflezen. En dat geldt ook voor Z is 6. Nou, dat schrijf ik natuurlijk eventjes netjes op. Ik gebruik mijn grafiek. Nou ja, en dan heb je een gevalletje nieuw min oud gedeeld door oud, keer 100%. En als je dat doet, en je gaat afronden op 1 decimaal, of op een hele zelfs, dan krijg je 275%. We gaan naar de B-vraag. In een jaar zijn 80 aanrijdingen. Schat de hoeveelheid voedsel in het jaar ervoor. Nou ja, als er 80 aanrijdingen zijn, dan moet ik dus hier gaan zoeken naar 80. En een horizontale lijn maken. En dat hier gaan aflezen. En dat doe ik ook. In het paard, zoals je ziet. Dan ga ik naar de bovenste grafiek toe. Ik ga het natuurlijk even netjes opschrijven. En dan zie ik dat z is 4. Als even kijken, want ik heb dus afgelezen. Oké, z is 4 en dan is v zeg maar 6,2. Even netjes aflezen. En dan geef je antwoord op de vraag. He, dus de hoeveelheid voedsel was 6,2 miljoen kilo. Nou, bij de C-vraag, dat doen we even op de volgende bladzijde, gaan we dus een grafiek tekenen waarin het aantal aanrijdingen uitgezet wordt tegen de hoeveelheid voedsel in het jaar daarvoor. Dus we gaan A uitzetten tegen V. En als je A gaat uitzetten tegen V, dan is A verticaal en V is dan horizontaal. En er staat ook teken een grafiek. En als je een grafiek gaat tekenen, dan laat je een tabel zien. Nou, horizontaal staat altijd bovenin hè, en verticaal staat altijd onderin. En dan gaan we even kijken naar V. Nou ja, je ziet dat V loopt van 0 tot en met 10. Nou, en dan gaan we aflezen. Hè. Als V 0 is, dan is Z 0. En als z 0 is, dan is a 0. Als v 2 is, ja, dan kunnen we z aflezen. En als we z kunnen aflezen, kunnen we a weer aflezen. En dat is dan 20. Nou, als v is gelijk aan 4, dan is z dus gelijk aan 2.
En dan kunnen we A aflezen, want dan lees ik A40. Nou, zo doen we ze allemaal, hè. Dus V is 6. En dan zitten we een beetje onder de 4 voor Z. En dan zitten we voor A op 70. Nou, dan doen we nog eentje. 80, 6. En dan krijgen we 650. Die is mooi af te lezen trouwens. En we krijgen 10. En dan lezen we af. Z is 10. En als Z is 10, dan is A 300. Nou, dan hebben we dus de horizontale as. We hebben de verticale as. En we hebben stipjes die we gaan zetten. Nou, dan zet ik die stipjes erin. De coördinaten. En die verbind ik even met een mooie kromme. En dan heb je A uitgezet tegen V. Einde video. Tot de volgende keer.